In dit filmpje demonstreer ik het spiekscherm van GensData Pro. Het spiekscherm zit er al in vanaf versie 1.0, maar we hebben kort geleden een aantal dingen aangepast en beter gemaakt, dus het verdient ondertussen wel eens een filmpje. Met het spiekscherm kunt u genealogische teksten heel snel invoeren in GensData Pro. Maar het grootste voordeel is zelfs nog dat, omdat alles via copy-paste gaat, je maakt geen tikfouten meer, want alles gaat dus via het klembord. Ik wil dat demonstreren met een nieuwe stamboom die ik even wil opzetten. De stamboom van het geslacht van Rechteren. Ik start een nieuwe stamboom, die noem ik Rechteren. Hij wil de eerste persoon doen, die weet ik nog even niet, dus die annuleer ik. En ik ga op internet zoeken naar de stamboom Rechteren. Ja, stamboom Rechteren. Dan vindt hij natuurlijk van alles, maar met name is hier een typische genealogische tekst. Gewoon de uitvoer eigenlijk van een ander genealogisch programma. Even zien, het begint al hier. Rudolf Christiaan. Nou, dit is zo'n typische lange tekst. Het begint met nummer 1. Dan krijgen we 2a, 2b. Enzovoorts. Als ik in GensData Pro onder beeld dit spiekscherm aanzet, dan krijg ik dit scherm te zien. Daar staat nog niks in, maar daar kan ik een tekst in plakken. Ik pak deze tekst van internet, maar het zou ook uit een Word document of wat dan ook kunnen zijn. Het kan zoveel zijn als ik wil, laat ik dit pakken. Zo. Kopiëren. En in het spiekscherm zeg ik plakken. Nou staat hier die hele tekst. En als ik een persoon ga bewerken of aanmaken of een relatie, dan komt deze tekst mee. Ik zal het laten zien. Ik zeg maak een nieuw persoon. En als ik dit knopje nu aanzet, dan staat die tekst in het scherm. En nu, de cursor knippert hier al, kan ik de voornaam selecteren, Rudolf Christiaan. En met een klik in het veld van de voornaam staat de tekst er al. Dan selecteer ik in dit geval, er is een titel, dus dat is leuk. Die gaat naar de titel en hij heet van achteren van Rechteren. En dit is een toevoeging van de achternaam. Heer van Westerveld. En wat ik nu doe is, ik selecteer steeds een tekst beneden, bijvoorbeeld nu de geboorteplaats, Utrecht. En dan klik ik in het geboorteplaats vakje en dan staat Utrecht er al. En Utrecht wordt herkend, dus wordt het aangevuld met de provincie. Als dat niet zo is, dan wordt het gewoon een nieuwe plaats. Nu selecteer ik beneden, want ik sta gelijk automatisch beneden weer in de tekst. Selecteer ik de datum, de geboortedatum is dat. En ik klik in de geboortedatum. En daar staat hij al. Ik sta gelijk weer beneden. Hier staat zijn beroep. Die is vrij lang. Dus die hak ik in twee stukken. Hier zet ik dit stuk neer. En dat luitenant-kolonel regiment beschreven in de ridderschap. Dat zet ik allemaal hier in de opmerking. Nou, deze uitvoer gebruikt ST als afkorting voor overleden. Dus gestorven of stierf in Appeltern. Dus dat is de plaats. Op 31 december 1812. Nou, deze afkorting H betekent huis Appeltern. Dat is een huis van Rechteren. Kan ik in de opmerking zetten. En dan tussen haakjes. Wat ik zelf wil. Dan hebben we deze persoon af. Dan zeg ik akkoord. Nou, ik moet zeggen dat het een man is. En ik zag dat zijn vrouw werd ook genoemd. Dus ik zeg bewerkhandelingen, voeg partner toe. Voeg partner toe. Nou, wat staat er? Even zien. Trouwt in Zwolle 11 januari. Anna Elisabeth. Anna Elisabeth. Baronesse. Ik moet een keer opzoeken wanneer je barones en baronesse zegt. Van der Capellen.
Vrouwen van Appeltern, Arnhem, Wittstein. Die is weer geboren in Kamperveen. Na een plakken in een opmerking blijf je in die opmerking staan. En na een plakken in een gewoon veld ga je gelijk terug naar beneden. Hier, het is weer huis Wittstein, dus dat zet ik dan maar even hier neer. Ze is geboren op 20 maart 1767. Ze stierf in Appeltern. Ook weer huis Appeltern. Zal ik dan maar daar neerzetten. En in de overleden in 1839. Akkoord. Wanneer zijn ze getrouwd? Ja, dat zag ik staan. Hier, Zwolle. Op 11 januari 1785. Akkoord. We hebben twee personen. Als ik twee personen heb, dan maak ik gelijk een plaatje. En het ziet er zo uit. Nog even zonder foto's. Heel eenvoudig. Ik zag dat er van Anna Elisabeth de ouders worden genoemd. Dochter van. Dus ik ga gelijk maar die ouders toevoegen. F4. Even kijken. Dochter van Johan Derk. Johan Derk van der Capellen, uiteraard. Die is heer van de Pool, Staphorst, Appeltern en Bredehorst. Hopsa. Meer weet ik niet van hem. Nog een ouder. De moeder, Hillegonde Anne. Bentinck. Dat is hoge adel. Vrouwen van Werkeren. Dan vraagt hij nog even wanneer zijn ze getrouwd, maar dat staat er niet bij, dus dat weten we niet. Gaan we het eerste kind invoeren, want je kan zien, hieronder komen de kinderen. Eerst Jacob Hendrik, en die wordt vervolgd, want die heeft kennelijk zelf ook kinderen. En daarna een dochter. Ik selecteer de relatie en ik kies F3, werkhandelingen voeg kind toe. En we gaan naar Jacob Hendrik. Nou, meer weten we nog niet. Ik zoek hem dadelijk wel op. Man. Maar ik ga de dochter vast invoeren. Dat is Juliana Johanna Diederica. En die heeft weer een titel. Dat is de Heilige Roomse Rijksgravin. Die is geboren in Appeltern. Nou, kijk, en hier hebben ze, dat doen ze vaak in genealogische teksten, dan trekken ze die datum van het dopen en het geboren samen. Dus zij is 2 april geboren en op 9 april 1790 gedoopt. Dat is natuurlijk wel heel chic om het zo te doen, maar lastig als je het zit over te nemen. 1790. Dus dan tik ik dat maar even. Zo. En er staat nog ergens een overlijden. Ja. Arnhem. Spaties voor en achter. Die laat hij zelf wel weg. Dus daar hoeft hij zich niet druk om te maken. En akkoord. Dit is een vrouw. Kijk, we hebben al een behoorlijke stamboom. Deze Johanna, Juliana Johanna Diederica. Die huwt, zie ik hier staan. Gerard van Hasselt. Dus ik doe F2. Partner toevoegen. En ik ga naar meester. Gerard. Van Hasselt. Die is gedoopt in Arnhem. Op 8 november 1781. En hij is lid van de gemeenteraad. Dat zal ik hier neerzetten. En dan vrederechter, eerste bataljon, schutterij. Schutterij. Hij sterft al daar. Nou,
Al daar betekent altijd dat het de laatst genoemde plaats is. Dat is in dit geval dus Arnhem. Nou, omdat gebruik al daar veel wordt aangetroffen, maakt GenStata Pro, die onthoudt de laatst gebruikte plaats sowieso. Dus als ik hier nu weer in klik, dan wordt dat automatisch weer Arnhem. Dat heeft hij onthouden. En hij overlijdt in 1834. Akkoord. Wanneer zijn die getrouwd? Ja, dat stond er. Ze trouwen in Appeltern op 2 september 1815. Akkoord. Zo. Nou, dan doen we even het derde kind. Ik zie de heer al staan. Ga ik weer even naar de relatie van de ouders toe. Zeg ik F3. En dan zeg ik Margarita Maria gaat hier ook weer een rijksgravin. Achternaam staat er natuurlijk al. Appeltern, geboren in Appeltern op 27 juni toen. Overlijdt in Bern, dat is natuurlijk in Zwitserland, op 24 januari 1807. Oh, hij maakt er Bern Gelderland van. Ja, dat is niet goed. Heb ik niet. Oké, kijk, daar is de nieuwe plaats, Bern. Ik haal dat weg met een aantal spaties. Dan weet hij van, ik moet een nieuwe plaats gaan beginnen. Dus dan zegt hij, is dat een nieuwe plaatsnaam? Bern? Ja. En die ligt in Zwitserland. Zwitserland. Akkoord. Dit is een vrouw. Kijk, en je moet ondertussen wel zelf een beetje je hoofd helder hebben. Dat je nu weet waar je verder moet. Want haar man staat waarschijnlijk weer genoemd. Ja, ze trouwt. Dus dan ga ik even naar die Margaretha Maria. En dan ga ik een man toevoegen. En dat is Sigmund Karl Ludwig. Hopsa. Hij is baron von Steiger. Geboren 3 oktober. Ze weten kennelijk geen plaats. Mitglied der Grossen Raads in 1880. Hij is een rechter, een bezitter der sloes. Zo, dit allemaal. Dat zet ik allemaal in het beroep. Als het te groot is, dan moet je soms alsnog Ctrl-V doen, van plakken. De opmerking. Hij sterft in Bern. Kijk, nou gaat het dus erom. Welke pakt hij? Oh, nou pakt hij ook de goede, dus dat is mooi. Dat is toevallig, anders dan had ik te selecteren. Op die datum. Akkoord. En wanneer zijn die getrouwd? Ja, dat stond erbij. Getrouwd in Appeltern. Dat had hij waarschijnlijk nog wel op zijn geheugen staan. Op 10 april 1811. Akkoord. En zijn ouders staan er weer bij. F4. Ja, een goede gewoonte om die ouders altijd toch maar mee te nemen. Want je krijgt spijt als je dat niet doet. Kijk, hier staat baron Karl Friedrich. Maar dat is natuurlijk gewoon een baron von Steiger. Dus ik ga hem toch hier zetten. Zo, akkoord. En nog een keertje F4. Waar staat ze? Mitglied. En Salome Katharina Sophia. Zo. Akkoord. En akkoord. Zo. Laten we even die eerste persoon afmaken. Ga ik even heel verder naar het verdere verloop. Waar staat die? Want we moeten eigenlijk deze Jacob Hendrik hebben. Kijk, hier staat hij. Ik kan hier even een enter zetten. Dus dan bewerk ik nog even Jacob Hendrik. Kijk, ik heb nu hier staan de cursor. Dus als ik nou Jacob Hendrik bewerk, dan sta ik daar ook.
zei het niet helemaal in scherm, maar dat komt omdat ik een beetje een klein scherm heb. Waar ik nu mee werk. Dit wordt allemaal prettiger als je grote schermen hebt. Hè? Dat spreekt voor zich. Hij is gewoon graaf, kennelijk. Hij is, oh ja, hij is heer van Appeltern. Dat is een toevoeging van de achternaam. Hij is geboren in Appeltern. Op 27 november. Dat huis laat ik even achterwege. Hij is lid van de Staten-Generaal, gouverneur. Oh, hij is heel veel. Dan zet ik het eerste stuk hier. In beroep. En dan daarna mobiele schutterij. En hij is dus gouverneur van Overijssel, lid Tweede Kamer. Oh, en hier staat ST. Zo. Dat zetten we hier neer. Nou, hij sterft. In Zwolle Kerspel. Zo. Kijk, dit is dan toch wel weer interessant. In huizen Klein IJsselvliet. Op 9 juli 1845. Akkoord. Sluiten. En ik laat hem even trouwen. Dat is wel eens aardig. Voeg partner toe. Want wat staat hier? Die trouwt in Arnhem met jonkvrouw Caroline. Van Haarzolte. Nou, waarom dit er dan staat, weet ik niet. Moet ik later nog eens uitzoeken. Die is geboren in Arnhem op 16 september 1791. En die overlijdt ook weer al daar. Dus dan hoef ik maar hier te klikken en dan staat daar Arnhem. Op 25 september 1817. Akkoord. Nou, we houden het even hierbij. Wanneer zijn die getrouwd? Dat moet er natuurlijk even bij. In Arnhem weer. Nou, die Arnhem kent hij nog. En die trouwt op 28 oktober 1813. Akkoord. Nou, stel je voor dat je wat meer wil weten over bijvoorbeeld deze Gerard van Hasselt. Nee, over deze Karel Friedrich. Nee. Wie wilde ik doen? Ja, Gerard van Hasselt. Dan kun je eventjes naar internet weer. En dan gaan we zoeken naar Gerard van Hasselt. Nou, eens even zoeken. Hij moet van 1718 zijn. Gerard van Hasselt. Nou, dit is natuurlijk zijn vader die ik overal vind. Ja, precies. Kijk, we hebben hier de vader van Gerard van Hasselt. Zullen we het even bekijken nog? Ik bewerk hem en ik ga een vader toevoegen. Dit is nog die tekst die ik net had. En daar zie ik inderdaad staan die trouwt met, ja. Kijk, hier Gerard van Hasselt, die is een zoon van meester Johan Conrad van Hasselt, akkoord, en Louise Antonia van Ooyen. Akkoord. Nou, deze van Hasselt, Johan Conrad van Hasselt, die gaan we even opzoeken. Johan Conrad van Hasselt. Hé, dat is leuk, dat is iemand met een plaatje. Maar dat is denk ik een andere, want die is te laat. We moeten iemand hebben van ongeveer, zo te zien, 1750 moet die zijn. Ongeveer.
Even kijken, en die zie ik hier. Biografisch portaal. Nou, vrij weinig gegevens, maar laat ik het maar overnemen. Ik selecteer de tekst. Soms is dat lastig hoor, op internet. Maar het lukt wel met Ctrl-V. Nou, dan ga ik Johan bewerken. En dan staat die oude tekst hier nog. Maar met deze knop zet ik de tekst die ik net kopieerde erop. Kijk. Nou, er staat niet zoveel in, maar we kunnen de geboortejaar invullen. En het overlijdensjaar. Akkoord. Sluiten. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen, ik raad altijd aan, maak nou gelijk ook even een printscreen van zo'n website. Dat doe je zo. Iedereen heeft het gratis toeltje Snippet. Dat zit gratis, het knipprogramma van Windows is dat. Daarmee kan je heel makkelijk eventjes een stukje van het scherm uitsnijden. En let op, ik snij dan ook de hele URL erbij uit. Zie je? Dan heb ik dit op een klembord staan. Ga ik terug naar Gens Data Pro en dan zeg ik dossierhandelingen. Plaats klembordfiguur in dossier, met Ctrl-V kan dat ook. Mag ik een naampje aangeven. Bioportaal, of nee, laat ik het noemen, info, Johan Conrad van Hasselt. Nou, die zet ik even in een apart mapje, websites. Zo, kijk, daar staat hij er. En als nou over 10 jaar iemand me vraagt, hoe kom je erbij dat hij in 1749 is geboren, dan heb ik in één klik dit plaatje erbij, twee klikken. Zo, nou, hetzelfde gaan we even doen met deze Juliana Johanna Diederica van Rechteren. Kijken of we daar wat meer over kunnen vinden. Want in deze tekst die we hadden stonden geen kinderen van haar, want zij is een dochter. Maar ik wil eigenlijk wel dochters, kinderen erbij. Dus laten we maar eens gaan kijken. Johanna, wat was het? Juliana. Johanna Frederica van Rechteren. Nou, die staat gelijk bovenal aan. Oh, met die van Genealogie Online. Ja, dat zijn deze bekende websites. En die hebben hier onderin dan altijd zo'n mooi plaatje. Met de familie, wat heel prettig is om te zien. Maar waar ik nu even niks aan heb. Want ik moet die tekst hebben. En met name die van de kinderen. Er zijn 4 kinderen. Ik pak eerst Johan Derk van Hasselt. Dat is deze persoon. Dan krijg je weer zo'n plaatje hieronder. Maar ik wil dus alleen maar deze tekst hebben. Ctrl-C. En we zeggen voeg maar een kind toe. Bewerkhandelingen, voeg kind toe. Oh ja, nou staat hier nog de oude tekst. Geen probleem. Met deze knop plak ik de nieuwe tekst. En we kunnen weer plakken. Johan Derk. Van Hasselt, geboren op 10 december in Arnhem. Dat weet ik niet of hij dat nou nog steeds weet. Hij is burgemeester van Kamperveen. Nou, die punt wil ik er niet bij. En hij is overleden op 7 april 1885 in Kampen. Nou, er staat een leeftijd. Het is aan te raden om die mee te nemen als dat echt een gegeven is op de akte, op de bron dus. Niet als het een berekende leeftijd is, want berekenen kan Gens Data Pro ook wel zelf. Zo, akkoord. Dit is een man. Nou, we hebben een kind toegevoegd. Even kijken hoor, stonden daar nog meer kinderen? Ga ik even terug. Ja, we hebben ook Johan Conrad van Hasselt. Nou, daar weet je dan wat minder van. Dit is het plaatje. Maar goed, ik pak de gegevens mee. Ctrl-C. Ik ga weer een kind toevoegen. F3. Dit is nog de oude tekst. Geeft niet. Nu heb ik de nieuwe tekst. Johan Conrad van Hasselt. Hij is geboren in 1821. Ja, jongens, wie veel informatie van websites
of uit digitale boeken overneemt, die moet deze optie natuurlijk gewoon hebben. Nou, die voor dat kan die niet, dus die moet je nog even zelf kiezen. Hij is voor 1911 geboren. Geen beroep, akkoord. Man. We doen nog één kind. Even kijken, laat ik nog even goed zien hoe dat moet. Dus, in die website ga ik even terug naar die Juliane Johanna. Ik pak Jacqueline Marie. En nou heb ik weer de tekst die ik zoek. Ik selecteer dit. Kijk, het gaat heel gauw fout, hè. Dan heb je, nou, eigenlijk ook, het valt wel mee. Gaat eigenlijk best goed. Maar soms is het lastig de goede tekst te selecteren. Het maakt niet echt uit of het allemaal netjes is. Het wordt toch platte tekst in het speakscherm. Ik kopieer het weer. Ga ik hierheen. Voeg ik weer een kind toe. Ik plak eventjes de tekst die ik net had. En zij heet Jacqueline Maria van Hasselt. Geboren op 7 november 1822. Ook weer een Arnhem, die weet hij nog. Ja, dus dat scheelt dan weer. 2 november. In Zeist. En ze was 85 jaar oud. Eigenlijk is dit berekend, denk ik. Maar ik pak hem voor de aardigheid nu mee. En dit is een vrouw. Nou, ik sla maar eens even op. We hebben best een hoop gedaan aan personen en eigenlijk heb ik geen naam of jaartal getypt. Alles is gekopieerd. Met andere woorden, er zitten hier eigenlijk geen typfouten in die ik heb gemaakt. De bronnen waar ik het uit heb, dus die websites, die kunnen natuurlijk nog helemaal fout zijn, maar daar kan ik niks aan doen. En eigenlijk, voor de zekerheid, heb ik van elk websiteje ook wel een printscreen gemaakt, zodat ik later nog kan laten zien van, nou jongens, het kan fout zijn, maar ik heb het van deze website en daar stond het zo. Als ik nu hier eens een uitvoer van zou willen maken, dan pak ik even Johan Derk van der Capelle, bijvoorbeeld. En dan kies ik onder uitvoer voor, in dit geval neem ik een parenteel, want die gaat dan ook, die neemt het volledige nageslacht, dus ook de vrouwelijke. En dan kunnen we goed zien hoe het nou eigenlijk eruit ziet wat we hebben gemaakt. Per generatie vind ik altijd het mooist. Hier kun je van alles instellen over opmerkingen en verwijzingen en rapportsoort. Maar ik wil in ieder geval naar RTF. Dat is de uitvoervorm naar RTF. Maak de uitvoer maar. Oh, en ik hoef er geen foto's in dit geval. Zo, dus dat zet ik even uit. Maak de uitvoer maar. Dan krijg ik hier een soort voorbeschouwing. En dit is iets wat niet iedereen weet, maar in dit scherm kies je het lettertype van de uitvoer. Dus als ik nu kies voor een ander lettertype, bijvoorbeeld Californian FB, dan ziet de tekst er ineens heel anders uit. Eigenlijk best mooi. Ik laat het even bij deze tekst. Hij onthoudt dit. Met deze schuifjes kan ik dus die insprong een beetje aanpassen als ik dat zou willen. Dus dan zet ik hem iets korter. Maar als we tevreden zijn, dan gaan we hiermee naar bestand openen in Microsoft Word. En dan zie ik deze tekst. Op deze manier. Nou, hier moet je altijd nog wel een beetje spaties hier en daar weghalen. Of niet. Soms kan je dat mooi vinden. Je ziet hier ook dat bladzijden nog niet zijn ingevuld. Omdat Word dat nog moet updaten. Hoe doe je dat nou? Eerst selecteer je de hele tekst. Ctrl-A. Alles wordt dan geselecteerd. En dan doe je F9. En nu staat hier bladzijde 1. Nou, alles staat op bladzijde 1, dus dat is wat saai. Dus ik zet expres generatie 3 even naar de volgende bladzij. Nou staat deze Juliana dus op bladzijde 2. Kijk, bladzijde 2. En daar wordt naar verwezen hier. Juliana volg 3, bladzijde 1. Nou, als ik dat nou ook alles selecteer en F9 doe, dan maakt hij er bladzijde 2 van. En zo blijven die bladzijden kloppen. Nou, dan verder ga ik helemaal aan het eind staan onder het woordje index. Hier ga ik dus staan met de muis. En dan zeg ik verwijzingen, voeg index in, index toevoegen. En dan vink ik meestal dit aan, want dan krijg ik van die stippeltjes zo. En dan vult hij het rechts uit. En dan hebben we de index. En dit kan je dan printen en opslaan als en dat soort dingen. Maar
Ik ga een ander filmpje nog maken over de uitvoer, want er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Maar moet je kijken wat we nu even hebben gemaakt in nog geen 20 minuten. Met zonder ook maar eigenlijk een letter of een naam te typen. Ik sluit deze af. Ik sla niet op. En ik beëindig hiermee het filmpje. Ik hoop dat het niet te snel ging. Als toch, u kunt altijd het filmpje terugspoelen en stopzetten waar u wilt.